Welkom in deze korte video, omdat ik jou wil vertellen over iets nieuws dat ik gemaakt heb. Ik heb gemerkt bij heel veel klanten en heel veel mensen die me mail sturen, dat ze eigenlijk niet goed weten hoe dat het manifestatieproces in zijn werk gaat. En hoe dat je eigenlijk vanuit het gebruik van je eigen energie, je gedachten en je emoties, hoe dat je eigenlijk dan jouw leven, je verlangens kan gaan vormgeven. Nu, zoals ik ooit al eens gezegd heb, het is niet gemakkelijk om dat in één zin uit te leggen. Omdat het manifestatieproces ook een aantal zaken inhoudt. En vooral ook omdat het geconfronteerd ook met wie dat we zijn. Zo is er bijvoorbeeld de wet van resonantie, die zegt dat je eigenlijk zaken aantrekt of die de zaken die resoneren, dus die op dezelfde frequentie trillen. Je zou het kunnen vergelijken met in een appartementsgebouw, dat je alleen maar de dingen kan zien die op dezelfde verdieping zijn. Dat je geen idee hebt dat er eigenlijk ook nog een eerste, een tweede, een vijfde, een zesde verdieping is, als je alleen maar op de derde verdieping zit, bijvoorbeeld. Dus is belangrijk om eigenlijk te beseffen dat het belangrijkste aan manifestatie is dat je eigenlijk jouw eigen energie zodanig verhoogt, zodanig dat het ook de frequentie krijgt van jouw verlangen, van hetgeen je wenst te manifesteren. En als ik dan natuurlijk zeg van, op die manier kan je je beste leven gaan manifesteren, dan ja, komen er daar ook nog natuurlijk een aantal zaken bij kijken. Waaronder dat je weet van wat dat is voor jou, je beste leven te manifesteren. Dus gaven mijn gidsen aan dat het een goed idee was om een soort van training, een soort van cursus te maken. En daarom heb ik ervoor gekozen om eigenlijk eens een videoserie te maken, waarin dat ik jou meeneem en jou een aantal inzichten meegeeft in het manifestatieproces. Zodanig dat je eigenlijk op weg gezet wordt om je beste leven te manifesteren. Om echt de verlangens te gaan manifesteren zoals jij het wilt. Natuurlijk als je heel wat gaat aanlopen. Bijvoorbeeld, dat is de reden waarom je niet onmiddellijk jouw verlangens krijgt. Dat is bijvoorbeeld één van de video's. Een andere video is waarin dat ik uitleg geef over manifesteren vanuit afstemming. Wat maakt dat dan net anders is dan hoe dat we het nu doen? Want eigenlijk manifesteer je nu ook al. Het grootste is dat je eigenlijk op onbewuste manier gaat gaan manifesteren. Natuurlijk sta je stil bij van wat jij dan eigenlijk wel gaat manifesteren. Wat is jouw beste leven? En daarin geef ik jou een aantal beperkende overtuigingen, een aantal ideeën, een aantal triggers, zodanig dat je verder kan gaan nadenken en zodanig dat eigenlijk jouw proces ook een stukje verder stimuleert. Maar we staan ook stil bij valkuilen bij manifesteren. Want er zijn heel veel zaken waardoor we eigenlijk onszelf saboteren. Dus ook daarin sta ik eventjes stil. Welke video komt er nog aan bod? De video over van wat als jij jouw wensen niet ontvangt. Wat is de reden daarvan? Wat zit er daarachter en wat kan je dan eigenlijk gaan doen? Zodanig dat je weer open bent om die manifestatie, of om toch verder te gaan in dat manifestatieproces. Ik heb het dan ook eventjes rond eenheid in jezelf. Want als je gaat gaan manifesteren vanuit de essentie die je bent, vanuit je eigen energie, is het ook belangrijk dat je begrijpt wat dat is, eenheid in jezelf. Dus daar staan we ook eventjes bij stil. Natuurlijk trek ik dat ook open naar één met het universum. Dus niet alleen eenheid in jezelf, maar ook eenheid in het universum. Omdat wanneer je begrijpt dat je met alles al verbonden bent, dus ook met jouw dromen, dan ga je begrijpen dat je eigenlijk vanuit een hele andere manier, een hele andere gedachtegang, een andere emotie, mag gaan manifesteren, mag gaan actie gaan ondernemen. En daar geef ik jou ook 1, 3, 4, 5 tips mee. 5 zaken dat je kan gaan doen, zodanig dat het jouw manifestatieproces gaat gaan stimuleren. Wat hebben we dan nog? Natuurlijk een belangrijke, wat ik persoonlijk het belangrijkste in vind, geef ik jou ook een visualisatie, een transitie mee eigenlijk, om jou al te openen voor het manifestatieproces. Waarbij dat we niet alleen meer eenheid in je energiesysteem brengen, maar waarin dat we eigenlijk ook de verschillende lichtlichamen die we hebben, eigenlijk gaan uitlenen, zodanig dat ze samen gaan werken. En zodanig dat je eigenlijk al de eerste stap gezet hebt om gemakkelijker mee te gaan in de flow van het manifestatieproces.
Zo, dat is in het kort wat ik jou wil meegeven over die videoserie Inzicht in het manifestatieproces, zodanig dat jij je beste leven kan gaan manifesteren. Heb je interesse? Ik heb het linkje hieronder in de box gezet, zodanig dat je op een heel eenvoudige manier de videoserie kan aanschaffen. Het is niet gratis, omdat ook daar weer een les in zit, namelijk het begrijpen dat als je investeert in jezelf, dat eigenlijk je zegt aan het universum dat je zelf het waard bent om meer te gaan ontvangen. Dus, maar ik heb wel de prijs schappelijk gehouden. Zoals je ziet, komt dat op €33. En zodanig dat je eigenlijk echt weer verder kan. Dat je echt weer zelf het heft in handen kan nemen om het leven te gaan creëren dat jij eigenlijk voor bedoeld bent. En daar gaat het mee om. Mocht je vragen hebben, zet ze in de box of stuur me een mailtje via de website, dat is www.schoolvooressentie.be. En dan spreken we elkaar later wel weer. Daag!